Nou, deze video begint al geweldig. Onze mic doet een beetje vervelend en ik heb dus net al een heel stuk opgenomen, maar die kunnen niet gebruiken. Dus hoi, welkom bij een nieuwe video. Wij zitten nu in de auto en zoals jullie horen, ik ben echt sick. Ik heb een hele erg verkoudheid en ik denk dat wel meer mensen er last van hebben. Het heerst een beetje. Maar ik ben echt al zo lang niet ziek geweest. Dus vandaag is ook weer de eerste dag sinds een paar dagen dat ik echt naar buiten ga. Gisteren heb ik eigenlijk de hele dag Netflix gekeken. Arrow, voor degene die het nog niet heeft bekeken. Jer. Niet zo kijken. Het is niet zo erg. Het is echt een leuke show, maar je moet wel vervolgen. Je hoeft het niet te promoten alsof het een goede show is. Ze kijkt... weet je wat? Sorry. Ik vind het leuk, Jer wat minder. Dus ja, ik heb gisteren eigenlijk niks anders gedaan dan alleen maar op de bank gelegen en half geslapen. En de katten die lagen de hele tijd op me en nou ja, vet schattig wel. En vandaag is eigenlijk weer de eerste dag dat ik dus weer even naar buiten ga, even frisse neus gaan halen. We gaan even naar Amsterdam shoppen. Wat? We gaan naar buiten. Ja, we gaan naar buiten inderdaad. Nu ben ik er helemaal uit, asshole. Dan neem ik het over. We gaan niet shoppen, jij gaat shoppen. Jij moet ook shirts hebben. Ja, maar ik ga niet nu shoppen. Echt een typische vent, hè. Hij houdt dus niet van shoppen, maar hij heeft wel shirts nodig. En dan wordt hij kwaad als hij ze moet gaan halen, maar hij heeft ze wel nodig. Nee. Er zit geen logica in. Anyways, ik ben naar buiten gegaan om ramen te gaan eten. Vetzak. Ja, wij gaan ramen eten. Zo grappig, hè. Zelfs als je in Amsterdam loopt en is het eigenlijk gewoon je eigen stadje. Maar het is gewoon zo mooi en je staat er nooit bij stil. Hebben jullie dat ook al eens? Het is zo grappig, want eigenlijk moet je gewoon veel meer genieten van überhaupt de dingen die om je heen gebeuren. En dat zijn wij nu een beetje aan het doen. Een beetje toerist spelen in onze eigen stad. Eerlijk, Amsterdam blijft zo mooi om te zien. Gewoon al die huisjes en shit. Ik ben daar eigenlijk veel te weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zei net, Jer, we zijn gewoon toeristen in onze eigen stad, weet je niet? Technisch gezien is het niet jouw stad. Gari! Gari! Oh! Wow! Wow! Oh! Oh! Gari! Nee, maar serieus. Eigenlijk geniet je er veel te weinig van als je bedenkt wat er allemaal om je heen is. Ja, maar dat komt door die toeristen. Nee, maar weet jij waarom al die huizen zo schuin naar voren zijn? Ja. Waarom? Omdat het Amsterdam is gebouwd op turf of veen. Ja. Maar vroeger was het allemaal water en als je boodschappen wilde doen, moest je je mandje naar beneden laten zakken en daarna gaan we huis een beetje zakken. Edit. History lessons with Baha. Edit. Nassassen? Stop it, kill! Waarom? En trouwens, voor de meiden die nu zitten te kijken, ik heb nieuwe schoenen. Deze zitten zo super lekker. Je bent gelijk een stuk langer. En ze doen geen pijn. En ik word bijna overreden. Oh. Maar goed, de schoenen zijn dus zwaar goedgekeurd. Mocht je die nou even willen zien, kan je de shoplog kijken. In mijn... Even kijken. Laatste video volgens mij zelfs. Op mijn Engelse kanaal. Kan je die even checken. Dan doe ik altijd alle dingen die ik gekocht heb. En dat is ook een Amsterdam shoplog. Oh, ook goed. Ook goed. Ah, heerlijk. Nou, we zijn er. Ramen, ja. Japanese noodle bar. Heel benieuwd of het was is. Is er überhaupt iemand? Is het open? Beneden. Ja, ja, ja. Oké. Ik daar nog. Yes, we are open. Yum. Menu. Is het wat? Oké. Yes, mensen. Check dit. Oh mijn god. Zo lekker. Dit is dus hoe ramen soep eruit ziet. Er zitten noedels in, zoals je kan zien. Een stukje zeewier. En dit is kip, maar je hebt het ook met varkensvlees. Gesneden uitjes, champignons en een ei. Het ei heb ik even overgenomen van Bahar, want die vindt ei echt vreselijk vies. Dus die heb ik overgenomen. Ik heb de edamame beans. Deze zijn eigenlijk gestoomde boontjes met zout. Super lekker is het altijd en heel erg gezond. Er zit heel veel proteïne in ook. En het grappige is, Jer die heeft vandaag de Mount Fuji genomen. En mocht hij hem opkrijgen, dan kom je op de Wall of Fame hier. Super vet. Jer, leg even uit. Ze hebben hier dus blijkbaar een dubbele portie. Dat is dus deze. En als je deze opkrijgt tot de laatste druppel. Last drop, hè? Dan mag je vragen of je op de Hall of Fame mag. So, we'll see.
Wat je makkelijk, joh. Je hebt de hele dag niks. Ik heb ook nog edamame beans besteld en ik wil straks nog ijs. So. Ben je blij? Ja, kijk haar face, helemaal in de gloria. Ik ben gewoon excited, sowieso. Ik mis het. Denk je dat hij even goed is als in Japan? Nee, ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Nee, ik hè? Echt, ja. Ik kijk er een beetje tegenover. Wat? We zitten hier als ramen-expert. En we gaan deze testen op... Bar heeft een lijst gemaakt. Ik heb een lijstje gemaakt. Oh mijn god. Presentation krijgt bij mij nou een 4, denk ik. Het is een beetje rommelig. In Japan was het mooier. Je moet kijken mijne dan. I mean, come on, son. Dat wil je toch eten? Oké, B, go for it. En? Nou, het is lekker. Het smaakt naar sesam en soja. Maar is het de echte Japanse of niet? Nee. Nee? Maar wel lekker? Anders. Oké. En? Creamy. Hij is rich. Ik heb hem op soja basis trouwens. Hij is goed. Ik ga hem een paar happen eten en dan ga ik het straks weten. Oké, ik heb nu ook nog de chicken bun. Zeker aan te raden om te proeven in ieder geval, want het is echt super lekker. En heel vers. Alright, bar gaat dood. Nee, dat ook niet. Bar ontploft zo meteen. Maar het is wel echt heel veel. Bar heeft zoveel geforceerd dat ze... dat ik mijn eten meegenomen heb, omdat ik niet opkrijg. Ja. Yeah. Als ik het een eindcijfer moet geven, krijgt het een 7. Ik denk het ook. Ja. Ik had met varken, dus niet mijn normale keus, zeg maar. Maar dat was de enige waar ze die grote bak van hadden, dus ik dacht, fuck it. Je hebt hem niet opgekregen, hè, vriend? Maar ik vond het niet lekker. Ik vond het niet lekker genoeg. No wall of fame for you. Fuck that shit. Anyways, we zijn nu bij onze favoriete, Noste favoriete winkel. Bubble tea. We're live. Damn. In Japan dronken we niet zo heel veel bubble tea. Het schijnt dat ze daar wel veel hadden. En als we dronken was het gewoon disgusting. Hier is die lekkerder. Hier is hij veel lekkerder. Dus ja. Dat is weer andersom. Maar de ramen in Japan is 10 keer beter. Sowieso. Dus het is wel aan te raden. Ichiran, ja. Het is wel aan te raden om er te gaan eten, though. Het is gewoon lekker. Ja. Maar het is niet te vergelijken. Het is 7. Dus we gaan even lopen door Amsterdam nog. En dan naar de trein alweer. Zo, we zijn net terug van de gym. Goede workout gehad. Of tenminste, bij mij een beetje halve workout. Want ik ben echt nog freaking verkouden. Net zoals gisteren. Nice. Die van jou was heel goed volgens mij. Maar het voelt ook gewoon echt lekker na gisteren. Eigenlijk hebben we naast die ramen niet zo heel veel gegeten. Naast die bubble tea dan. En het is gewoon zoveel zout gewoon. Dus vandaag heb ik volgens mij al 3 liter gedronken. En ik ben pas halverwege op de dag. Dus dat gaat goed. En wat we jullie nog willen laten zien is echt super cute. Want jullie vragen natuurlijk de hele dag om updates over Louise. Onze famous Louise. Famous, jongen. Ja, die kat moet bijna zijn eigen Instagram krijgen. Arme snoezer, Jezus. Ja, maar mensen vragen echt veel naar hem. Maar we hebben een nieuw speeltje gekocht. Check it out. Hier, moet je dit zien. Zo leuk. We hebben een kattenboom gehaald. Nou, zoals je ziet, Louise vindt het heerlijk. Snoezer, die gebruikt hem eigenlijk pas sinds, nou ja, ik denk, nog niet eens vandaag. We hebben dit ding dus eigenlijk gekocht omdat die kleine de hele dag wil spelen. Maar hij had eerst alleen van die kleine speeltjes. En we merkten dus dat hij echt het hele huis overhoop ging halen om gewoon aandacht te krijgen om te kunnen spelen. Ja. Dus hij zat op de tafel, op de bank. Hij wilde de hele tijd op de keuken. Dus echt gewoon de hele tijd moest je hem oppakken. En toen we dit ding kochten kon hij dus echt gewoon doen wat hij wilde. Dit is zijn favorietje. Ja, het is zo schattig. Kijk nou, je kan je toch de hele dag naar kijken, gewoon zo'n klein fluffballetje. Ja, en hij kan dus hier helemaal opklimmen vanaf beneden. Hierboven heeft hij nog een lekker zacht mandje. Ja, het is echt leuk. Een dikke oranje, die heeft de onderste gekregen. Fat orange. Hey, vetje. En hier aan de zijkant zit ook nog een dingetje, dus ze kunnen lekker spelen. Zeg maar daar. Doei. Alright, hiermee gaan we dus ook onze video afsluiten. De volgende keer gaan we jullie zien bij een stretch workout die jullie hebben beloofd in de vorige video. Waar ben je? Oh. Hey. Daar. Dus de volgende wordt weer een fitness video. En weet je wat voor stretch workout je wil laten zien? Nee, nog niet. Maar het wordt wel leuk. Ja, hopelijk ben je dan niet meer ziek. Ja, ik hoop het echt man. Ik voel me echt verrot. Dus nou ja,
Niet we hebben in ieder geval een video online gekregen. Yes. Want het was bijna niet gelukt. Maar helemaal goed. Zie jullie volgende keer. Doei!